Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen en ik ga beginnen met een tarotkaart. Wat is er voor de dagvibe? Welke energie is er? Voor wie is dit bestemd? Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Veel te veel. Kijk eens, daar ligt hij. Nou, het is ongelooflijk. Die viel er net ook uit met een stapeltje en dat was te veel en ik legde hem terug. Wat ik wel eens zeg. Als er te veel kaarten uitvallen, dan gaat het terug in het dek en de kaart die er echt uit moet vallen, die komt dan toch wel. Onvoorstelbaar. De 5 van munten. Kijk nou. Prachtige kaart, maar hij is heel erg triest. Hij is heel erg triest. Iemand die zich gewoon eigenlijk een beetje afvraagt van hoe moet ik dit nou doen? Iemand die het eigenlijk niet meer zo goed weet. Ik ga even kijken wat de kernpunten in het boekje ervan zeggen. Even kijken. De 5 van munten. Financiële of gezondheidsproblemen. Je buitengesloten of verbannen voelen. Je zorgen maken over je veiligheid. Een kans om energieblokkades op te heffen. Het heeft altijd positieve en minder fijne dingen. Schaarste denken, in schaarste denken. Je hulpeloos voelen, slachtofferschap, onvermogen om vooruit te komen. Angst en isolatie, weerstand tegen positiviteit. Laag zelfbeeld. Er is heel veel. En ik ga hem ook intuïtief duiden en ik voel er al van alles bij. Want het heeft toch te maken met je alleen voelen. Te maken met alleen voelen, geïsoleerd zijn, je zorgen maken. Eigenlijk is het hier, lieve tekens voor wie dit bedoeld is. Je mist de sleutel. Je mist de sleutel van het om in dat sleutelgat te steken. Je mist de sleutel tot een oplossing. We gaan kijken wat de tea leaves ervan zeggen. Je weet het gewoon even niet meer zo goed. En dat mag, want je komt, kijk eens, je komt er wel weer uit. En het is ook niet voor niks, het is kaart 5. Er hangen 5 munten aan de muur. 1, 2, 3, 4, 5. Je leven is aan het veranderen. Kijk, en de sleutel die ligt hier. Ik zal hem nog even goed bij de camera houden. De sleutel ligt in de hoek, maar je ziet hem niet. Je ziet even geen oplossing. Kijk eens. Ja, je bent een beetje toef. Ik ga kijken wat het betekent. Unsuccessful plans. Je zit met jezelf in de knoop. Het is ongelooflijk dat deze kaart eruit moet vallen. Ja, het heeft te maken met een kluwe wol die ontward mag worden. Je zit in de knoop. En dat heeft te maken met iets wat je van plan was, maar het is niet geslaagd. En je gaat bij de pakken neerzetten. Ik denk dat je heel veel energie erin gestoken hebt. Maar dat het gewoon op een of andere manier met alle vreugde en energie en inspanning waarmee je dat enthousiast begonnen bent, dat het toch kennelijk zijn vruchten niet afwerpt. We gaan verder kijken. Kijk nou eens, het is ongelooflijk, lieve tekens. Alle kaarten kloppen weer bij elkaar. Er is hier iemand die ontevreden is met zijn of haar leven. A cracked cup, een gebroken kopje. Ontevredenheid. En
en niet succesvolle plannen, hoe zal ik het zeggen, het tegenovergestelde van die, de plannen die niet lukken. Het lijkt wel alsof je eventjes echt in een knoop zit. Hoe ga je dit oppakken? Ga je het nog een keer proberen? En het lijkt wel alsof je door wat je geprobeerd hebt, wat het dan ook is, hè? Een project of een plan of een. Het kan zelfs in heel klein zijn dat je een trui weer uit moet halen omdat die niet goed gebreien is. Weet je, het is niet zo dat iets kleins niet erg zou zijn. Voor de een is iets kleins al heel naar en voor de ander is dat weer iets anders wat groter is. Zo heeft iedereen zijn dingen waar hij mee kan zitten. En het lijkt erop dat je toch een paar dingen hebt meegemaakt of van plan was, maar dat het stagneert of dat het niet slaagt of dat het niet goed van de grond komt en dat je eigenlijk een beetje bij de pakken gaat neerzitten. Ja. Ik word er helemaal triest van. Er zit gewoon een knoop. Je zit in de knoop en je hebt een knoop in je maag. A dark man. Er komt iemand in je energie, een donkere man, een donkerharige man of een man met een getinte huidskleur. Iemand die van betekenis is in deze legging. Misschien ken je deze persoon, misschien ben je zelf deze persoon. Ik denk eigenlijk dat het iemand anders is. Het kan iemand zijn en het is ongelooflijk, hè? Want ja, het is ongelooflijk. We hebben het hier over een knoop, over een knot, hè? In het Engels een knot, een knot. Deze persoon heeft ook een soort van knot op zijn hoofd. Het is ongelooflijk. Er zit iets in de knoop. Ik ga naar de couletkaarten. Je weet het gewoon even niet meer. Wat heb je gedaan, liefteken? Wat heb je gedaan? Wat is er nou zo niet geslaagd? Deze moeten terug. Dat zijn er te veel. En wat ik al zei, als hij eruit moet komen, dan komt hij eruit. Het heeft met geld te maken. Het heeft met geld te maken. De vijf van munten. De muntenkaart in de tarot, het heeft met geld te maken. Ja, het kan heel goed zijn dat er een project is afgewezen of dat je misschien een contract niet is verlengd in je werk. Of dat er iets in het gezin, dat er een financiële tegenslag is geweest. Deze moet eruit. Kijk nou eens. Dit is wat je voelt. Dit is wat je voelt. In deze symbolische tekening, man of vrouw, je zit in de knoop. Je weet niet meer hoe de kubus in elkaar moet. Het is ongelooflijk, deze kaarten. Ik ben er echt weer stil van. Wat is er nog meer in de boek, in deze dagvibe? Wat is er nog meer? Wat moet je weten? De onvrede met het leven. En het komt omdat je. Er zijn. Kijk eens, patronen. Ongelooflijk, ik kom er zo op terug. Je zit in een patroon. Dit is ook een patroon. Dit is ook een patroon. Ah, je zit vast in je eigen patroon. Je weet niet hoe je eruit moet komen. Ik heb het gevoel dat er hier iemand is. Die eigenlijk altijd doet wat hij doet. Doet wat hij deed, hij of zij. En dan krijg je wat je kreeg. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dan verandert het niet en toch ben je teleurgesteld. Kijk eens, er is hier iets met een collega. Kan heel goed zijn dat die donkere man in je werk verschijnt. En het hoeft niet een collega te zijn uit hetzelfde gebouw waar je werkt. Ik weet niet waarom ik dit zeg. Het kan iemand zijn die even iets moet halen. Het kan iemand zijn die iets misschien doet met IT. Ik weet het niet. Maar er is in ieder geval een collega die iets van je wil. En dat zou deze persoon kunnen zijn. Maar dat weet ik niet. Kijk wat resoneert.
Als het niet deze donkerharige man is met een knot of een staartje op zijn hoofd, heeft hij ook nog letterlijk, hè? Dat hoeft natuurlijk niet. Dan is er een collega die iets van je wil. Ik heb het gevoel dat je iets, ja, je hebt iets niet voor elkaar gekregen. En ik weet ook niet, lieve tekens, of het te maken kan hebben met een target dat je moest halen. Je zit in een patroon, in een patroon. Er staat hier patronen. Het heeft te maken met patronen. Maar bij jou heeft het te maken met een patroon op een speciaal thema. Je doet wat je deed en dan krijg je wat je kreeg. En op een of andere manier leer je het niet af. En daardoor blijft het gaan zoals het gaat. En blijft de onvrede ook over het leven. Je wil het zo graag anders, maar het lijkt wel alsof je niet weet hoe je het moet doen. Die sleutel ligt hier. Zodra je je hoofd weer opheft, naar boven doet en je ziet, dan kun je ook weer verder wijdser kijken. En dan zie je weer wat er allemaal is. Er is hier iemand die niet de sleutel kan vinden als oplossing voor het probleem. Ik ga naar een engelenkaart. Ik vind het heel hard nodig. Er is een collega die iets van je wil. Misschien wel gewoon aandacht, aardigheid, vriendelijkheid, maar je kunt er even niet zijn. Je zit echt een beetje in zak en as. Hoe kom je eruit? Er zit een knoop, het is ongelooflijk. Wie is die donkerharige man? Misschien is er wel iets gecrashed met je laptop. Is er iets met je account, privé of zakelijk? Is er een bestand kwijtgeraakt? Maar er zijn meer dingen aan de hand. Zelfacceptatie. Ben je 33 misschien? Dat hoeft niet, hè? Zelfacceptatie. Ik ga kijken wat het boekje zegt. Ja, op een of andere manier accepteer je jezelf ook niet. Dat ligt hier ook. En dat heeft te maken met niet weten hoe je het moet doen. En boos zijn op jezelf. Je weet het niet. Je zit niet in een slachtofferrol. Maar je gaat je oren laten hangen. Het is zo duidelijk. Zelfacceptatie. Boodschap van de kaart is: het wordt tijd dat je zelf een paar liefdevolle woorden toefluistert. Ja, maar daar ben je nu niet toe in staat. Dat kan wel weer als je je hoofd op gaat heffen. Ik zeg, het is geen Nederlands. Je hoofd, als je weer, hè, je bent neergeslagen. Op het moment dat je de wereld weer aan kunt en je gaat opstaan, dan zie je ook die sleutel liggen. Je bent te kritisch voor jezelf. Elk klein detail wordt geanalyseerd en op een weegschaaltje gelegd. Wanneer je niet van jezelf houdt, kun je ook niet van anderen houden. Het helpt beslist om alles nog eens goed te inventariseren en af te wegen wat er veranderd moet worden en wat niet. Maar nog belangrijker is het om jezelf in de spiegel toe te lachen en dan te fluisteren: dat heb je goed gedaan vandaag. Als je iedere dag een keer vaker lacht, is dat een mooi begin. Liefteken voor wie dit bedoeld is. Ik snap dat dat best wel een... Ja, dat is zo'n positieve, fijne, mooie wijsheid. Maar daar ben je nog niet, want je zit nu hier. Maar er komt een moment dat je opstaat en dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Ik denk dat die collega... ik denk dat er een collega is die... die jou mist. Iemand die de samenwerking, de band, in de band. De samenwerking is er wel, maar de band is er niet. Je kruipt in jezelf. Je bent zo niet blij. Het is de bedoeling dat die kubus in elkaar wordt gezet. Maar je weet even niet hoe, maar je komt eruit. Ik wil nog een kaart en ik ga dat eens doen met de tekeningen om te kijken of dat iets aan kan geven. Wat is er voor de dagvibe? Wat is er voor deze persoon die zo te neergeslagen in elkaar duikt?
omdat hij het even niet meer weet. Ik denk dat het met geld te maken heeft. Geld, een account. Kijk nou eens. Dit is zo'n mooie kaart. Het is zo belangrijk dat je je verdriet doorknipt. Je verdriet, je verwachting, je strengheid voor jezelf. Knip het maar door. Knip het door. Knip je downheid maar door. Knip het te weinig aan eigenwaarde. Knip het maar door. Knip het allemaal maar door. Het is ongelooflijk. Knip de ontevredenheid ook maar door. Knip de knoop ook door. Hak de knoop door. Knip de knoop door. Liefteken. Het is ongelooflijk. Ik word er echt een beetje stil van. Probeer je patroon maar door te knippen. En het anders te gaan doen vanaf nu. Vanaf het moment dat je de reading ziet en je weet, dit ben ik, dit is wat ik doe. Ik heb het weer op dezelfde manier gedaan. Waarom ga ik het nu niet eens op een andere manier doen? Probeer het op een andere manier te doen. Knip het verleden maar door. Liefteken. Succes.